Alright, welkom FSF'ers bij de volgende thuistraining bij FSF. Misschien is het jullie opgevallen de afgelopen weken dat er eigenlijk thuistrainingen te over zijn. Elke box doet wel zoiets. En de laatste tijd merk ik dat er veel boxen, maar zelfs particuliere initiatieven zijn die ons iets te dichtbij komen. Dus die met initiatieven komen die veel beter zijn dan wat wij doen. En gisteravond had ik een droom waarbij ik het idee had dat dat ook echt de werkelijkheid was. Dus dat wij ineens overgenomen waren door een of ander particulier die dacht, ik kan dit beter dan FSF. Hey SFS'ers, welkom bij de Box Takeover. Mooi dat jullie er vandaag zijn. Vandaag de thuisworkout. Allereerst, hoe heette dat ding ook weer? De benchmark, ook wel de stenchmark genoemd. De Max Cossack Squat voor links en rechts. Dat komt omdat ik gek ben op Cossackensaus. Super lekker bij wat vlees en zo. En de workout of the day is 50 burpees. Daarbij is wel de regel dat je of 50 burpees doet of 3 minuten burpees. Daarna heb je 5 minuten rust en herhaal je of je 50 burpees als je die in je eerste ronde hebt gehaald, of het aantal burpees wat je de vorige ronde in 3 minuten hebt gedaan. Vandaag de cheat meal. Nou, ik ben daar gek op. Mijn cheat meal is gekookte broccoli. Dus doe ermee wat je wil. Dat is de lifestyle tip van vandaag. En medicine of the day, het werd eerder al genoemd, burpees. Stel dat je moeite hebt met burpees, kan ik je aanraden, at 2 liter cola, dan gaat het soms wat makkelijker. Nou, dankjewel. We gaan daarheen. Nou jongens, mijn compagnon Jos Vetmans, bezig met zijn nieuwe Grow Fat dieet. Gaat zo meteen even de burpees voordoen. Heb je er al een beetje last van? Ja. Ja? Nou, burpees, eigenlijk heel simpel. Staan, naar de grond en omhoog. Heb je een beetje een oké buik, dan zeg ik bovenbenen, buik. Heb je wat minder buik, is het bovenbenen, buik en enorme hangtepels in mijn geval. Jos, laat hem even zien. Up, down en weer omhoog. Barfies, ja, top. Nog even alsof je echt kan trainen. Nee, ja. Oh ja, ja, kijk. De geschaalde versie. En doe rustig aan. Les nummer 1 beginnen altijd met 5 ballen. 2 heb je niet nodig. En dan ga je door met die 3. En als je het goed kan, doe je het 1 om 1. Of onder je been door. Dit hebben Ernst en ik allebei op de ALO geleerd. Kregen we studiepunten voor. Heel veel studiepunten. Om dit te kunnen. Studiepunten. HBO. Ongelooflijk. Succes.